Loesje is jarig. Al 26 jaar lang probeert ze met haar inspirerende teksten op posters de mensen aan het denken te zetten. Op deze ludieke manier probeert ze de wereld ietsjes beter te maken. Zo ook hier vanavond in Alkmaar, tijdens een schrijfworkshop van Loesje. Vanavond is een Loesje-workshop. Hoe ga je dat aanpakken? Nou, we gaan eerst met de groep waarmee we zijn, gaan we een soort introductie doen. En een beetje loskomen, een beetje out of the box denken. En daarna gaan we onderwerpen bedenken waar we over willen schrijven. Dus wat is nu in het nieuws, wat is actueel en wat speelt er in Alkmaar. En als we die onderwerpen hebben, dan is het de bedoeling dat je bedenkt wat kan ik daar allemaal over zeggen. En je schrijft leuke teksten en je zorgt ervoor dat je de teksten van anderen weer verbetert. Vanavond komen er een heleboel teksten uit en dan filteren we de beste teksten eruit. En wat vind je nou zelf de allerbeste Loesje tekst? Een van mijn favorieten is, het was een dag als deze dat Marco Polo naar China vertrok. Wat zijn jouw plannen voor vandaag? Daarmee zeg je een beetje, mogelijkheden zijn eindeloos in de wereld. En heb je die zelf geschreven? Nee, die heb ik niet zelf verzonnen. Nee. En wat vind je dan je eigen beste tekst? Dat vind ik een hele moeilijke. We hebben met Loesje ook maar wel leuke teksten al bedacht. Eentje over discriminatie. Zwart-wit denken is makkelijk, maar is grijs niet de kleur van de toekomst? Dat is wel een mooie quote. Ja, zoals bekend probeert Loesje met haar teksten en posters de wereld een stukje beter te maken. In hoeverre lukt dit ook? Ik denk dat er mensen wel wakker geschud worden met sommige teksten, dat je wel discussies oproept. En verbeter je de wereld meteen? Dat is, wel weer heel hoog gegrepen misschien. Maar ik denk wel dat er mensen aan het denken worden gezet. En dat is wel een beetje het streven misschien. Zo. Nou, in december laat Loesje weer van zich horen met verse spreuken hier in Alkmaar. Dit is alvast mijn bijdrage aan een betere wereld.